Daar waar het een beetje gaat kriebelen, ook in je buik gewoon letterlijk. Alles wat je erin stopt, dat kan ook nul worden. Investeer in een bedrijf waar ik zelf iets mee heb. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. En ben je nou voor de eerste keer hier op CVD-TV, dan heet ik je van harte welkom. CVD-TV is het YouTube-kanaal voor ondernemers. En ik ga in gesprek met ondernemers 2 keer in de week. 1 keer op dinsdag en 1 keer op donderdag. Dus is ondernemerschap nou jouw ding? Abonneer je dan op CVD-TV. Dat doe je door hieronder op de abonneerknop te klikken. Maar nu in gesprek met weer een super toffe gast, Floortje Razenberg. En zij is hier. Floortje, van harte welkom. Ja, dank je. Leuk. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Ik wil veel weten, maar laten we nou eens beginnen. Ik doe altijd uitgebreid research. Ja. En ik vond een artikel uit 2017 over ondernemerschap. Waarbij jij zei, blijkbaar voel ik me prettiger in een grotere organisatie, ABN was dat, waar ik impact kan maken door onderdeel te zijn van het grote geheel. Ja. Wat bracht je op andere gedachten? Ben ik daar eens lekker van teruggekomen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar misschien typeert dat ook wel een soort van de ondernemer, dat je weer andere kansen ziet. Nee, inderdaad. Ik zat toen 13 jaar, denk ik, bij ABN AMRO. Hele mooie carrière. Ik wil zeggen, toffe carrière gemaakt, hele toch? Toffe carrière. Hartstikke blij. En toen had ik op een gegeven moment zo'n realisatiemoment van, ja, maar wat heb ik eigenlijk nog te bewijzen? En ben ik niet gewoon inderdaad die ondernemer die ik altijd wel dacht? Dan zat ik bijvoorbeeld, ik zat op dat goed te lullen voor mezelf. Ja, met dit soort uitspraken, blijkbaar. Maar nee, niet dus. Dus ik ging met sabbatical en op dag 1 wist ik al, nee, ik moet stoppen. Ik moet gewoon lekker voor mezelf gaan beginnen. Ik kom uit een ondernemersnest, weet je, langs alle kanten de ademt dat. En ik denk ook dat ik mede daarom wel wat opviel binnen ABN AMRO. Ja. Dus heb je nog lang volgehouden? Nog lang volgehouden, ja. Is dat dan toch ook wel voor een deel, denk ik, ego en ja. Ja, gevoel voor status, weet je. Ja, toch wel? Ja, ik vind het ook hele nare eigenschappen van mezelf. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, was het dat waarschijnlijk wel. En wat deeg, ik had het gewoon heel graag naar mijn zin. Weet je, het was gewoon leuk. Ja, daar zitten ook leuke kanten aan. Nu wel eens van corporate helemaal fout. Dat is natuurlijk niet waar. En je hebt natuurlijk waanzinnig veel mogelijkheden om te groeien. En, want zeker. Je hebt natuurlijk wel verschillende dingen gedaan. Daar, zeker. Toch? En een mooie opleiding gehad. Maar je moet er echt. Dit was echt wel maximaal. Misschien zelfs al iets te lang. Maar je moet daar niet lang te lang blijven hangen. Hey, ondernemersnest, zeg je, beschrijf eens. Ja, vastgoed, aannemerij. Opa's, vader, moeder, iedereen om me heen. Hè, dus ook mijn zussen. Ik heb de zaak niet overgenomen van mijn vader. Dat was misschien in die tijd ook dat je vast aannemerij en dan meiden. Nou, dat was misschien wat minder goede combinatie. Ja. Maar ik ben niet anders gewend dan dat alles bij ons altijd draaide om de zaak. En dat, maar is dat in de stenen? In de stenen, inderdaad. Maar is je ook rijk dan? Rijk als in... Geldrijk. Geld, ja, precies. Gewoon goed gedaan. Weet je? Ik heb wel als voorbeeld van mijn ouders van dat je ook wel degelijk gewoon als ondernemer gewoon goed je boterham kan verdienen. En dan ook leuke dingen kan doen. Dat mag je dan ook... Ja, vind ik wel onderdeel van, toch? Ja, toch. Ja. Wat is de rol van geld voor jou? Oeh, interessant. Wel belangrijk. Het is niet mijn belangrijkste drijfje. Maar ik heb wel gemerkt toen ik wegging bij die grote corporate en voor mezelf begon. En dus alleen maar ging investeren en daarin wel in meewerkte. Maar gewoon niet voldoende verdiende, vond ik zelf. Dat had ik er wel een issue mee. Dus blijkbaar vond ik het dus belangrijker dan ik dacht. En ik vind het ook belangrijk om daadwerkelijk gewoon... Nou, daadwerkelijk dat je elke maand gewoon iets erbij te zien komen. En niet alleen maar uit te geven. Een curve omhoog. Ja, zo. Je belegt al heel lang, hè? Ja, heel. Ja, echt heel lang. Echt als kind al, hè? Ja, als kind al. Maar is met de paplepel ingegoten dan? Echt, ja. Nee, zeker. Maar wat zei je papje dan of je mamie dan vroeger? Wanneer begon je ermee? Ja, nou, ik denk serieus. Dat was toen nog bij Rabobank, weet ik nog heel goed. Ja, ik denk echt serieus toen ik... Ja, 8 was of iets dergelijks. Oh, ja? Ja, dat was gewoon heel normaal. Bij ons thuis hingen er ook in het kantoor hingen er ook altijd televisies met dan waar de beurskoersen op stonden. Oh. Ja, dat was gewoon gebruikelijk. Dat je probeerde van geld, probeerde je meer geld te maken. Dat idee. Dus je zakgeld ging op een beleggingsrekening. Hoe werkte dat dan? Ja, nou ja, maar precies. Zeker zo. Nee, ja, maar ik deed natuurlijk gewoon wat mijn ouders deden. Weet je? Ja, ja. En die zeiden van ja, je kan het. Die legden dat dan zo uit van je kan het of op een spaarrekening heel veilig. En dan was een bepaalde sausje zat er al overheen. Je kan het of heel veilig op een spaarrekening zetten. En dan weet je wat je ervoor krijgt. Of je doet er wat leuks mee. Hè? En dan volg je een bedrijf wat je ook misschien van de hagelslag of whatever. Wat je interessant vindt. Maar dat is echt uitzonderlijk, toch? In die tijd. Of ja, die tijd zo oud bijna niet. Maar ik bedoel, nog steeds denk ik dat er heel veel ouders zijn die zoiets hebben. Want er zijn natuurlijk, dat wil ik zo meteen door met je. Er zijn natuurlijk superveel jonge gasten nu die allemaal iedereen wil gaan beleggen en heel snel rijk worden en zo. Ja. Maar er is nog steeds wel een veel nesten waar men uitkomt, waarvan zeg je, doe nou maar niet zo eng allemaal. Ga nou gewoon rustig sparen. Weet je? Maar ik heb ook geleerd dat wel de jeu van het leven zit juist op dat snijvlak van waar het een beetje waar je dat risico op zoekt, waar het een beetje spannend wordt. Ja. Daar waar het een beetje gaat kriebelen, ook in je buik gewoon
letterlijk. Hè. Mm-hmm. Daar zit enerzijds de jeu van het leven, maar daarmee dus ook wel gewoon de opportunities van het leven. Ja. Dus dat zit in mij als persoon, denk ik ook wel meer als ik dan naar mijn zussen kijk, misschien ook nog wel meer in mij, maar ook wel bij hen. En dat hadden mijn ouders ook. Dus dat was gewoon een succesvol model, weet je. En ja, en dan in de beperkte, wat kan je doen als 10-jarige verder? Ja, mm-hmm. Verder kan je natuurlijk niet werken of zoiets, maar je krijgt dan wel je beetje zakgeld van je hebt. Ik vond het wel eigenlijk wel een goede visie, dan ga je er alvast mee aan de slag. En als je dan zo jong al dat bewustzijn meekrijgt en je komt uit dat ondernemersnest en je moet naar de middelbare school, hoe was die tijd dan? Want daar leer je toch andere dingen. Ja. Kijk, uiteindelijk ben ik dus ook heel braaf gaan studeren. Hè? Dus dat is dan ook wel... Ja, dat viel mij ook op. Ja. Een unietje gedaan en allemaal, ja, precies, netjes dus Nijrode. Ja, precies. Dus dat. Hè? Dus... Die kant zit ook heel erg in mij. He, dus dat ik blijkbaar dan denk van... oh, dat is een stabiel. En dat heb ik dus ook wel gevonden in die middelbare schooltijd. Uiteindelijk is het leven van een ondernemer ook eentje met grote dalen, hoge pieken. Ja. Als je het hebt over emotionele stabiliteit of iets dergelijks, dat heb je wellicht wat minder als ondernemer of iets dergelijks. En dat ik het ook wel fijn vind om daar een bepaalde rust, reinheid en regelmaat in te hebben. Dus daar gedij ik dan ook goed op. Ja, juist de combi tussen die twee misschien wel. Ik ben tweeling van Sterrenbeeld, misschien dat die daar ook in zit. Ja, ik ook. Als we kijken naar veel jonge gasten, gaan allemaal beleggen. Ja. Tegenwoordig best wel een tendens van heel veel filmpjes van, weet je wel, het is allemaal niet zo moeilijk en je kunt heel snel rijk worden. Ja. En hoe kijk jij naar die wereld? Vooral dat iedereen zelf op zijn eigen bek moet gaan. Ja, weet je, ja. Ik denk dat je met autowijs genoeg om te realiseren wat het inhoudt. En ik voel daarin wel natuurlijk een verantwoordelijkheid. Hè? Dus ik dan ook wel die dan ergens nog die financiële dienstverlening vertegenwoordigt. Want zo voelt het wel. Ik ben natuurlijk heel goed weggegaan. Uiteindelijk, dus ik kijk nog steeds, ik ben heel blij. Ik kijk nog steeds naar mijn oud-werkgever. Dus ik voel daarin heus wel een verantwoordelijkheid. Maar ja, denk ook, ja, jezus, het autowijs genoeg. Trek je eigen conclusies. Ja, en natuurlijk, ja, ik ben niet anders gewend. Want ik beleg, maar ik investeer ook in bedrijven, hè, zelf. Ja. En ook dat overigens ben ik van huis uit gewend. Maar ja, alles wat je erin stopt, dat kan ook nul worden. Ja, dat moet je realiseren. En dat moet je dus kunnen leiden. Dus het geld wat je eventueel kan verliezen, dat moet je erin stoppen. En als je niet kan verliezen, dat moet je er ook vooral niet in stoppen. Oké, dat is een les die je in ieder geval belangrijk vindt. Ja, zeker. Ja, dus, en dan doet het heel veel pijn. Weet je, ik heb ook echt heel veel geld verloren al in mijn toch beperkte carrière. Maar ja, dat doet heel veel pijn. Maar ik denk dat mijn horizon is hopelijk nog lang genoeg. Hè? Op papier is die nog lang genoeg. Dus dan kan ik het. En ik ben dan ook niet vies om te werken. En ik ben dan ook gezond verstand. Dus dan kan ik het wel weer bijverdienen. Want hoe verdien je nu je geld? Nou, eigenlijk heb ik... Ja, ik vind echt dat ik de ideale wereld voor mezelf heb. Dus ik heb meestal, en ook nu dus... maar dat is de afgelopen 4 jaar heb ik het meestal wel gehad... dat ik zo'n 3 dagen in de week heb ik een soort van normale baan. Ja. Zou ik willen zeggen. Op dit moment ben ik CEO van een energieleverancier in België. Dus ook echt wel gewoon interessant, leuk. Weet je, dat is nogal een markt nu. Precies, zeker. Ik zit er sinds ruim een jaar. Een hele interessante wereld. Ja. Dat is waar ik zo'n 3/5 van de tijd mee bezig ben. En die andere 2/5 van de tijd ben ik bezig dus met mijn eigen investeringen of met beleggingen of met andere dingen waar ik gewoon blij van word. Nog een paar beleggingstips die je praktisch kan meegeven. Jij gaat al vanaf je 8e mee in dit werkveld. Veel 20ers, studenten, jonge professionals die kijken naar 7D-TV. Ja. Kun je nog eens een paar praktische, uit je eigen ervaring, beleggingstips geven? Vooral veel proberen. Hè? Dan moet je natuurlijk niet met grote bedragen doen. Want nogmaals, alles wat je erin stopt, kan je ook gewoon in theorie kwijtraken. Dus vooral veel proberen. En dan bedoel ik van de turbo's tot de opties, tot gewoon ook... kijk, het is maar net hoeveel tijd je eraan kwijt wil zijn. Zeker, als je er veel tijd in kan stoppen, lonen die meer actieve producten lonen gewoon echt heel erg. Ja. Maar als je dat niet hebt, dan moet je toch gewoon iets braver beleggen. En dan kan je nog steeds het risico opzoeken. En dan kan je nog steeds mooie rendementen behalen. Maar dan loont het meer om een fonds of iets dergelijks of een tracker te nemen. Ja. Heb er vooral ook lol in. Dat heb ik heel erg gerealiseerd. Je moet niet het doen alleen maar omdat je inderdaad denkt van... oh, daar kan ik dan heel snel geld mee verdienen. Want dan ben ik ervan overtuigd dat het ook wel op andere manieren kan.
Moet het ook doen omdat je het gewoon leuk vindt. En niet omdat je denkt dat, nou, je hoort het de ander doen of iets dergelijks. Dat werkt dan niet. Ja, ja, en ik heb ook echt heel veel geld. Weet je, ja, ja. Je moet ook wel gewoon tegen de pijn kunnen. Dus die moet je ook opzoeken, denk ik. Daarom zeg ik, probeer ook veel. Want dan voel je ook, dan ga je zeker een keer pijn hebben. En dan voel je ook of je daar onrustig van wordt. Mm-hmm. Mijn man, die belegt ook al heel lang. Wel iets minder lang dan ik. Maar ook al echt wel sinds de 20e jaren. Ja, hij kan niet. Hij vindt het niet leuk om er dagelijks mee bezig te zijn, zullen we maar zeggen. Ja, ja. He, dus dan moet je daar een ander iets kiezen. Hey, en je investeert in bedrijven. Ja. Maar dat doe je echt zelf, hè? Dus niet via private equity fondsen of weet ik wat, dat doe je echt zelf. Maar dan ook met wat kleinere tickets. Of ja, zeker. Ik maak één uitzondering. Ik zit wel in Borsky Fund. Dat is dus via een venture capital fund, maar de rest doe ik allemaal zelf. Ja. En wat is dat voor fonds? Fonds? Fonds, ook een impactfonds. Zij richt zich in dit geval specifiek op veel vrouwen. Ook op de cap table of vrouwelijke founders. Maar daarnaast gewoon op bedrijven die het mooi doen in deze wereld. Dus ze zitten veel in de medtech, maar ook in de femtech. Maar de rest doe ik inderdaad allemaal zelf. En waarom? Zelf. Ja? Ook weer vind dat, vind ik. Nou, ik vind het leuker. Hè. Dus ik heb ook bij voorkeur equity en geen convertible loans of iets dergelijks. Ik ben overigens wat minder van de terminologie. Ik hoor mezelf dan nu. Dan heb ik ook echt best wel een beetje een hekel aan. Oké, doe het nog een keer dan in het Nederlands. Ja, precies. Dus ik heb bij voorkeur gewoon aandelen en geen leningen of iets dergelijks. Ja, ja. Hè. Gewoon instappen. Ja, gewoon. En ook meedoen dan. Ja, en ook wel omdat ik zie mezelf dan toch een beetje als een nep ondernemer af en toe. Ja. Hè, dat ik heb geen echte start-up of iets dergelijks. Nee, weet je, dat zit blijkbaar dan ook weer niet in me. En dat heb ik dan wel ook een haat-liefde-verhouding naar mezelf mee. Dat ik denk van, oh ja, dan weet je, zo hoor ik het toch een beetje bij. En kan ik ook dit werk iets bijdragen? Hè? Ik heb wel, door het profiel wat ik heb, zie ik ook wel dat ik gewoon ondernemers kan helpen bij verdere groeifase, bij het ophalen van geld, bij een eventuele exit, bij de parkeren financieringen. Ja. En kun je een voorbeeld noemen? Of zit je, in hoeveel bedrijven zit je dan nu? 5. Dat heb ik opgebouwd de afgelopen 4 jaar, hoor. Dus gemiddeld 1,5 per jaar, denk ik ongeveer. En een hele leuke waar ik nu dit jaar ingestapt ben is Witlof Skincare. Witlof? Ja, with love. Hè. Oh! Ja, maar je schrijft als Witlof, maar het is Clean Beauty uiteraard. Alle bedrijven waar ik instap, die hebben zijn gelinkt aan een van de SDG's. En hebben ze gewoon een sustainable impact. En dus dit is helemaal geen techbedrijf, want veel mensen die rechtstreeks, de angel investors, die zoeken altijd naar, nou, dit heeft natuurlijk helemaal niks met tech te maken. Nee. Maar ja, ik geloof er wel in. En ik vind het ook gewoon leuk. Ik investeer in bedrijven waar ik zelf iets mee heb. Dat kan zijn van een vegan burger tot een de wheat burger had je erin gezeten. Ja, inderdaad. Ja. Tot een platform voor je gezondheid. Dat kan van alles zijn. Maar ik moet er zelf ook gewoon. Maar alleen maar in het idee of ook in de bedoel, want je stopt er wel echt gewoon harde euro's in. Wat zijn dan criteria waar je s'avonds in je autootje langs loopt of je denkt van ik stap in of ik stap niet in? Ondernemer. En dan niet per se ervaring. Hoeveel ervaring ze hebben in de sector. Weet je? Want er zijn dan, ik weet dat andere investeerders zeggen van maar je moet minimaal 3 tot 7 jaar ervaring in de sector hebben. Geloof ik niet in. Weet je? Dan, als ze alleen maar zo denken, dan kan je nooit ondernemers een kans geven. Dus als ze 1 tot 3 jaar ervaring in de sector hebben, vind ik het ook prima. Ja. Maar het profiel van de ondernemer zelf, weet je, ook gewoon letterlijk heel bazaal, maar hoe zit hun profiel op LinkedIn eruit? Hebben ze wel eens een interviewtje gegeven? Weet je, dat soort dingen. Wat zichtbaarheid, hè? Met het idee van, kan je uit je eigen netwerk ook business halen, personeel halen, et cetera. Ja. Ook wel de veerkrachtigheid van het businessmodel. Dus, en dat daarmee hangt samen de veerkrachtigheid van de ondernemer. Hè? Zijn ze voldoende in staat? Corona is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld om aan te halen. Maar om tegenslagen te doorstaan. Kunnen we 100 andere voorbeelden. Businessmodel technisch als wel persoonlijk. Exact, kunnen we 100 andere voorbeelden ook van bedenken. Ik denk dat dit wel belangrijkste criteria zijn. Dus het is niet per se industrie, voor mij minder belangrijk. Oké. Ook de tech-component is ook minder belangrijk. Hangt er een beetje mee samen. En is exiten ook weer belangrijk dan? Ga je er voor de lange termijn in mee? Of? Ja, idealiter zo'n 1 of 7. Maar ik ben dus pas 4 jaar bezig. Dus ik heb dus ook nog maar 1 exit gehad. Kijk, ik denk ook wel, omdat ik natuurlijk uit een MKB-familie kom, vind ik het ook. Ik zit naar 1 bedrijf erbij. En ik kan me ook zo voorstellen dat het gewoon een leuk MKB-bedrijf wordt waar ik in blijf zitten. Hè, gewoon, weet ik veel. Waar ik in theorie voor 20 jaar nog in zit. Ja. Dan heb ik ook gewoon een leuk percentage van de aandelen. Dan komt elk jaar komt daar een
leuke winst uit. En dan krijg ik er ook op een gegeven moment dividend uit. Zo, kan ik me ook nog voorstellen. Ja, ik vind het wel leuk wat je zo schetst. Want het is, als je naar die wereld gaat, die wordt eigenlijk gedomineerd door zeg maar, de klassieke modellen. Weet je, weet je of het nou private equity is, of er steeds meer private equity trouwens, hè, wat er inkomt. Pre-exit modellen, waardoor iemand instapt. En platformbedrijven bouwen nu, als je naar de mediawereld kijkt, waar dat veel gebeurt. En jij bent een soort eenpittertje die daar een beetje frivol doorheen loopt. Nou, zeker. En ook met echt met mijn eigen mening. En ik vind het ook echt irritant. Als ik zie hoeveel founders toch echt wel gaan een burn-out krijgen op het ophalen van geld, vind ik echt dat we daar een verantwoordelijkheid moeten nemen. En daar komt, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat voel ik dan dus ook. Ik als één pitten voel, en maar ook wel bijvoorbeeld in mijn rol als venture partner bij Borski, voel dat we daarin het juiste moeten doen. En dat we dus ook, weet je, niet van die moeilijke termen moeten praten. Want dat schrikt ook alleen maar af. Dan maak je het alleen maar onnodig moeilijk voor. En ik heb dat ook dat... Een rol die terugkomt. Hè. Mijn vader en moeder die hielpen ook gewoon andere ondernemers. Op het moment dat ze zagen dat je van als ze 100 euro aan die ondernemer gaven en hij wist er 200 euro van te maken. En daarmee hielpen ze een kennis. Ja, dan deed je dat. Weet je? En dat was helemaal niet angel investing of informal investing. Dan deed je dat gewoon op die manier. Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel vandaan? Ja, terwijl we het over hadden, had ik er natuurlijk ook al over nagedacht. Ja, voor een deel zit ook gewoon in mij. Ik ben de jongste in een gezin. Dus daar zit hij ook niet per se in. Hè. Hoeveel zussen, broers heb je? Twee oudere zussen. Ik denk ook dat ik heb gemerkt op een vrij vroege leeftijd, een vroege fase van mijn carrière, dat ik dat ook wel aan kan, dat ik daarmee ook mee kon onderscheiden. Mijn ervaring is dat je op een gegeven moment, of je het nou als ondernemer dat doet, of gewoon als je ergens in loondienst bent bij een corporate of whatever, weet je dat met het groeien, dat het eerder zo is dat de complexiteit erin zit, dat je meer verantwoordelijkheid op je neemt, dan dat het is dat het werkt. Daadwerkelijk veel complexer wordt. Dan praat ik niet als je developer bent of whatever. Weet je. Dan zal de complexiteit in de inhoud liggen. Maar voor een generalist zoals mij ligt de complexiteit in meer verantwoordelijkheden krijgen. En ik merkte dat ik daar goed mee om kon gaan. En dat is natuurlijk gewoon zoals het in het leven gaat. Als je ergens aan goed in bent, dan wil je daar meer van. Dus daar komt hij ook vandaan. En het zit ook gewoon van nature in mij. Ik merk het ook richting vriendinnen of iets dergelijks. Gewoon in mijn privékring merk ik het ook. Mensen hebben ook vaak sleutelmomenten in hun leven dat er dingen helemaal fout gaan. Waardoor ze gevormd worden, zakelijk of privé of whatever. Ja. Heb jij wat dat betreft een soort van dark moments gehad of momenten die, als je nu terugkijkt, oh ja, dit waren wel momenten voor mij? Ja, wel een aantal waarbij ik het niet groter wil maken dan het is. Hè? Want ik ben eigenlijk nog best een hartstikke zondagskind. En dat realiseer ik me, ben ik ook heel dankbaar voor. Wel met het sausje eroverheen dat ik echt wel me realiseer dat ik het heel fijn heb. Dat je veel vinkjes kan... Exact. Tot nu toe in het leven zijn er wel echt momenten geweest dat ik heb bijvoorbeeld, doordat we in België wonen en ik altijd in Amsterdam werkte, ging ik altijd op en neer. Ja, ik heb een keer een heel heftig auto-ongeluk gehad. Met over de kop. Nou, uiteindelijk allemaal goed afgelopen. Mijn zoontje heeft een keertje, toen hij 9 maanden was, in het ziekenhuis gelegen na een val. Weet je, dat soort dingen zijn wel een soort van levensbepalend. Je denkt van, oh, waar draait het nu echt om in het leven? Ja. Tegelijkertijd, dan heb je dat gehad. En toen heb ik dus ook, als je dan hebt over resilient of over verantwoordelijkheidsgevoel, weet je, dan zit het bij mij zo erin gedrild dat je dan gewoon weer doorgaat en weer verder. Dat het dan dus ook, mijn lessen daaruit zijn toch maar dat me even uit het lood slaat, maar dat niet, weet je, dat niet voor de langere termijn zo is. En natuurlijk, maar dat past gewoon bij de hele samenleving, hè, ben ik gewoon meer bewust geworden van de kwaliteit van mijn leven, hoort ook bij mijn levensfase, et cetera. Ja. Maar toch, ja, uiteindelijk ben ik ook wie ik ben en hou ik gewoon van hard werken en veel werken en ja, nou dat. Wat ga je de komende jaren allemaal nog doen? Ja, dacht ik ook laatst. Want heel soms kan ik wel eens verlangen dat ik denk van, oh, als ik dan 67 of zo ben, dan mag ik het allemaal een beetje rustiger aan gaan doen van mezelf. Dan kan ik af en toe, dan kan ik echt, ik heb best wel een issue met genieten. Ik kan niet zo goed genieten of rust nemen of ontspannen. Oh, dan ga ik dan doen. Maar ja, dat zit natuurlijk niet, weet je, want dat moment komt nooit. Weet je? Nee, dat moet je nu gaan doen hoor. Dat is ook een moeten. Dit neem me mee hoor. Ja, zeker. Ik prijs me enorm gelukkig dat ik zeg al, ik ben al minstens 10 jaar met pensioen en heb een carrière. En tegelijkertijd. Ja. Dus ik werk keihard.
hard, maar tussendoor loop ik op woensdagochtend in een bos. Ja. Weet je wel? Ja. En dus ik geloof niet meer in dat ik straks 67 ben en dat je dan kan gaan genieten. Nee, dat is echt en bullshit. Ik ook niet hoor. En ik ook niet. En ik heb eigenlijk heb ik dat dus nu ook al. Hè. Dus, want ja. dat is het. Dus dat, ja, maar je moet ook die rust- en genietmomenten nu in gaan bouwen. Ja, nee, zeker. En dat doe ik wel. En ik heb ook, we hebben ook 2 honden. En ik loop daar ook mee in het bos. Of ik ga ook hardlopen door de week. En dus ik denk dat. Dat doe ik ook al wel. Dus ja, wat ga ik de komende jaren nog doen? Weet ik niet. Want ik doen zit zo in mijn systeem. Dus eigenlijk moet ik proberen meer te zijn en minder te doen. Dus als ik het heb over de komende jaren, zal dat mijn grootste uitdaging zijn. En verder wil ik een voorbeeldrol nemen. Inderdaad, in die mentaliteit in die investeerderswereld. Ja. Weet je, niet ons te gek laten maken. En daarmee ondernemers helpen. En voor mezelf ook wel opportunities gaan zoeken. Dat. Ga je in de gaten houden. Dankjewel dat je mijn gast was. Dankjewel. Floortje Razenberg was dat. En dankjewel voor het kijken en luisteren als jij op Spotify of op een andere podcastplatform zit. Heb je nou gekeken of geluisterd en je denkt, nou super tof, abonneer je dan. Zit je op YouTube, hieronder, klikken op het knopje abonneren en je bent mijn vriend. En zit je op een podcast of op Spotify, hoogstwaarschijnlijk op Spotify te luisteren. Abonneer je dan ook en volg 7DTV en mis niks meer. Elke week 2 nieuwe ondernemersgesprekken. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.